als ik luister, of er wordt geluisterd en dan dient zich hetgeen aan wat er zich aandient. En tegelijkertijd is er zien, doorzien, zelfonderzoek. We kunnen er ooit nog heel wat wikkels af, weet je. Dus dat enerzijds, ja, dat gaat vanzelf. En tegelijkertijd doe ik van alles dat ik denk, nou, hoewel ik het diep van binnen weet dat er iets vast zit. Jij noemt nu het registreren, of in ieder geval het waarnemen en opschrijven. En dan komt toch het woord oefening toch bij me op. Het vraagt dus wel aandacht. Het vraagt aandacht, maar geen oefening. Iets onderzoeken, ja, is iets anders dan oefenen. Oefening komt eigenlijk oorspronkelijk van het woord open, opening. Oké, dat is mooi. Dus ik vind het wel mooi, oefening, openen. Vanuit een bepaald punt klopt dat, en dat vind ik wel mooi. Zo bezien is het dus en je steeds opnieuw openen. En of dat dan voor een energiepatroon is, bijvoorbeeld angst, of voor een overtuiging, dat maakt op zich niet uit. Dus iets onderzoeken is, ik beschrijf het een keer net als beeldhouwer. Van een beeldhouwer die heeft een idee van wat er af moet. Weet je, het gaat erom wat er af moet. Dus die hakt er wat af en die loopt er vandaan en die loopt er omheen en die wacht even en die gaat even pissen en komt weer terug. En, nou, zo doe je ook onderzoek. Op die manier, weet je wel. En op een gegeven moment zie je gewoon dat de lijnen perfect zijn. This is it. Nou, totdat je die hebt, this is it, is het nog niet klaar. Nou, als er motivatie is die van binnenuit komt, zal iemand doorgaan met hakken of onderzoeken of hoe je het wil noemen. Weet je wel, totdat het klaar is, heeft iemand die motivatie niet. Ja, dan staat er zo'n stuk steen met wat brokken eraf. Gaat nooit wat worden. Daar kun je niks aan doen. Als je die drive hebt, ja, dan stop je niet totdat het klaar is. Ja, tot het compleet is, hè? Ja. En je weet dat. Ja, maar dat is het woord. Het wordt al geweten. Yes, het, het is geen forceren. Nee. Het wordt al. Ach ja, ik weet al lang. Yes. Dat is het bizarre, weet je wel. Van dat eigenlijk al bekend is. En dat je op een of andere manier in je beleving daarnaar terugwerkt naar wat al bekend is. Het is te bizar voor woorden eigenlijk. Ja, ja. Dat is een andere energie om er echt in te gaan. Ja, sommigen hebben die drive om er echt in te gaan, om het echt te willen. Ja, realiseren zeggen we dan maar. Want dan klinkt het weer alsof inderdaad iets is waar je heel dat beeld af moet. Kijk, dat is het nadeel van iedere metafoor. Ja. Dus iedere metafoor gaat uiteindelijk mank. Ja, dus dit was een voorbeeld of een uiteenzetting van hoe een zelfonderzoekproces werkt. De andere kant is, inzien hier nu, waar ik het met name in de eerste helft over had, dat alles al perfect is. Dat is vanuit het rechtstreekse waarnemen. Dus ik zei erbij, als je denkt dat je iemand bent, of dat je iets te doen hebt, doe dan zelfonderzoek. Dus de context van het voorbeeld is wel van belang. En aangezien de meeste mensen denken dat ze iemand zijn, en dus de doener zijn, oké, doe dan dit. Op de juiste manier zelf onderzoeken, is tricky. Want mijn ervaring is dat ik al zelf snel ga knutselen. Dat is niet handig. Nee, want dat is het niet. Maar goed, dat zie je dus in. Dus dat onderscheidingsvermogen is aanwezig wanneer het zelf verbetering is of onderzoek. Onderzoek is een slooppartij eigenlijk. Het is vandaar dat bijvoorbeeld met dat beeld alles weghalen wat niet waar is. Wat niet echt is, wat niet absoluut onomstotelijk is. Zelfverbetering is proberen iets te creëren. Een of ander ding te maken. Maar met weghalen bedoel je moet het zien en dan valt het wel goed weg. Ja. Dus het kenmerk van het zien is dat er weer zo'n stuk wegvalt. Een overtuiging stort in. Een gehechtheid valt weg, een doel blaast zichzelf op. Maar dingen worden waargenomen door middel van het zintuig. Mijn ervaring begint wat meer te worden. Als ik bij de stilte kan blijven qua geluid.
dat er dan ook iets dergelijks gebeurt. Ja. Dat is dan toch weer anders. Maar dan is het ook een soort zelfonderzoek. Maar het gaat vanzelf. Ja. Het is niet iets wat ik doe. Geen losse activiteit. Nee. Ja, oké, cool. Strikt genomen. Onderzoek, bewustzijn, zichzelf. Permanent. Door middel van alles wat er is. Ja, dus door middel van de body-mind, maar niet alleen van mensen, ook van mieren, en van sterren, en van ruimte, en van antimaterie. En alles. Alles is het zelfonderzoek van het zelf met een hoofdletter. It's happening constantly. Daarom is er strikt genomen geen enkele levenssituatie afgescheiden van waarheid, of dat, of hoe je het zelf, hoe je het noemen wil. Jij bent het zelfonderzoek in feite. En daarom is het zo grappig als dat doordringt, om dan te zien dat er een ikje zich manifesteert die de hele tijd de boel anders wil hebben. Het proces voltrekt zich al in opperste perfectie. Alleen ik vind het niet leuk. Ja, ontspannen. Ja. Yes. It's happening. Wauw. This is it. En dus weer die oceaan, is de oceaan van zelfonderzoek en die oceaan maar door. In al die body minds, in al die verschijnselen, in al die situaties, dat is toch waanzinnig. En dan is er weer zoiets wat ook kunnen zijn. Ja, en dat is toch schattig? Dat is toch schattig? De oneindigheid en dan zo'n dingetje, ja, ja, maar ik wel toch. Ja, dat is goed, doe maar. Als ik nou een beetje meer dan. Yeah, right. En dat is dus oké. Okay. Het stukje manifesteert zich, wil het anders hebben dan het is. En dat is gewoon deel van het zelfonderzoek van totaliteit. Die jij bent. Dat heb je toch niet gedacht of verzeer toch niet? Nee, dat kan. Nee, ik ook niet. Dat is zo cool. Bij dat zelfonderzoek, hè, zeg je dan van, nou, pel inderdaad net zo lang af totdat je alle overtuigingen bijvoorbeeld hebt blootgelegd? Of is het meer zo van, als je eenmaal in de gaten hebt welk proces daar continu gaande is in jezelf, dan heb je het begrepen? Ga er mee aan de gang en dan vind je het uit. Oké. Ja. Maar nogmaals, heel belangrijk, als je zelf onderzoek wilt doen, doe het niet in je kop, maar op papier of in je computer. Get it out of your mind. Je moet het zien. Ja, ja. Dat is fucking belangrijk, want your mind is a bad neighborhood. Dus zet het op papier, zet het in je computer, zodat je kunt zien wat daar gebeurt. Reageer daarop. Zet zo'n stelling als screensaver op je computer. Loop er omheen, net als met dat beeld houden. Denk erover na, nou, voel wat er gebeurt. Kijk waar je het onderuit kan halen. Schrijf dat ook weer op. Right, right, right. Niet in je kop. Want als je het alleen met je denken doet, het gaat allemaal in zichzelf rondzingen. En er komt gewoon helemaal niks van. Logica, weet je wel, voordat iemand wakker geworden is, in de zin van dat hij werkelijk logisch kan nadenken, is er al heel veel nodig. En als we dat maar in ons hoofd laten gebeuren, zonder dat je kunt zien wat de redeneringsstappen zijn, dan wordt het echt een zootje. Dan denk je dat je aan het nadenken bent, maar je dood. Dus je moet zelfonderzoek zonder schrijven kan niet. Op deze manier. En wat er verder bij komt, van als je aan het schrijven bent en je merkt ineens van... Weet je wel, er komt een angst opzetten van omdat je een fundamenteel stuk begint te doorzien. Pauzeer dan even en wees gewoon zo open als je maar kunt voor die angst. Laat het komen. Probeer het gewoon zo volledig mogelijk te voelen. Op een gegeven moment gaat het weer liggen en dan ben je weer weg. En dit lukt nogmaals alleen if you got the drive. En if you don't, don't worry about it. Dan heb je dat gewoon niet. Dan is er iets anders wellicht.
Realisatie nogmaals kan door twee manieren gebeuren. Het vernietigen van onwetendheid, dus van al onze overtuigingen en Walt Disney ideetjes over het leven. Ofwel gewoon spontaan. Nou, over het spontane ga je niet, maar zolang je denkt iemand te zijn, kun je wel onderzoeken waar je in gelooft. Waar je aan vasthoudt, wat je beschermt, wat je achterhoudt, wat je niet kwijt wil. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ik vind zelfonderzoek zelf kastijding. Ja, bijvoorbeeld. Dat de weerstand, dat je weet dat je in die leegte gaat komen. Ja. Weerstand is eigenlijk het lijden. Weerstand is lijden. En het ego, dat is het leuke van iets wat niet bestaat, dat hij zo zijn best doet. Het ego zal er alles aan doen om zelfonderzoek te voorkomen. Afleiding zoeken, excuses, net doen alsof je niet begrijpt hoe het moet. Nee, maar ik kan toch echt beter, weet ik veel wat. De nobele kunst van het boeddhistisch kussen stapelen doen of something. Weet je al? Uitvluchten zoeken. Nou, dat zijn van die dingen die je dus kunt zien en onderzoeken. Van oké, als themaatje bijvoorbeeld uitvlucht. Dus je pakt een schrift of een bestand, uitvlucht. Zet maar neer, confronteer jezelf er maar eens mee, hoe je gewoon de godsganse tijd, inclusief spirituele activiteitjes, op de loop bent voor wat er is. En hoe je de hele tijd probeert te veranderen hoe je je voelt. Of weet ik veel wat. Als je daarna gaat kijken, dat is echt no fun, weet je wel. Die situatie is al ellendiger dan je al dood. Wat doe ik hier eigenlijk? Wat doe ik jullie aan? In dat jezelf geven aan het lijden. En toen dat om me heen ging, oh ja, dat werkelijk onderzoek, hè, waar ik mezelf, waar ik gewoon liever niet bij wil, als ik mijn aandacht eraan geef, is er eigenlijk al ruimte. Ja. Is er al geven om of genade of... Yes. Dat is wel mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. In die zin hebben we amper in de gaten wat een instrumentarium we hebben. Maar we laten constant toe eigenlijk dat die aandacht maar weglekt in, nou ja, wat ik net al maar uitvluchten noemde. En daarmee ontdek je niet eens de power die je hebt, want je bent bewustzijn. Nee, want ik ben bang. Ik ben bang voor die bang, yes, voor yes. Die angst. En dat bepaalt me dan, terwijl als ik me geef, yes. Of ik heb, yes. Dat is eigenlijk heel raar. Ja, en dan meteen op het moment dat, zoals je dat noemt, als je je geeft, is er het wonder. Ja, dan wordt er al om gegeven, yes, of natuurlijk. Om die angst gegeven. Ja, yes, exact. En dan zie je al of voel je al dat het ergens in plaats vindt, en that is not the end of the world. Meteen. Dat is toch bizar? Ja, dat is wel heel bizar, ja. En vandaar zeg ik ook vaak van, als je daarnaar kijkt, if you break it down, je buigt of voor angst. Of je laat je dragen door waarheid. Dat is krom uitgedrukt, maar weet je wel, daar kwam het basically op neer. Ja. Nou, de oproep is, als je waarheid wil, stop met buigen voor angst. Stelselmatig, in het moment zelf, heel concreet. Weet je wel, want waarheid is niet een of andere vage abstractie, maar het begint heel concreet in je leven. Je voelt dat je iets moet uitdrukken tegen iemand, maar je bent te schrijterig en je doet het maar niet. Want ja, misschien... Ah! Dat is zo'n moment. Hey, ja. Je wou toch waarheid? Come on. Ja. Nou, ik luister niet eens. Ik blijf dat een heel... Het wees goedje, hè, vol van genade. En dat doe ik nog heel vaak. Nee, oh ja, vol van genade. Maar in dat aandacht geven, komt dat dichterbij komen. Of hoe zeg je dat? Nou ja, dan voel ik die genade. Ja, cool. Ja. Wat ik hoop... Dat je op een gegeven moment gewoon ervaart dat jij die genade bent, ja, dat je die niet krijgt, hey, maar dat je die bent. Nee, maar moeder Maria, cool. ja, nee. That's you. Ja. Maar het is mooi dat ik als kind dat al opriep als ik bang was. Sure. Want dan durfde ik weer, of dan was het oké. Dan denk ik, oh ja, dat gaat vanzelf.
Ik bedoel, die zin is ook maar een zin, maar snap je? Yes. Ik denk, oh ja, het gaat vanzelf. Ja. Dus nou ja, leuk bij komst. Zo leuk is dat. Jacqueline. Is dat leuk? Mooi, nou heb ik zin in een biertje. Dankjewel.